Goedemorgen en welkom bij Infoplazen TV. Vanuit het zuiden neemt de bolking toe en dat betekent dat er sneeuw nadert. Het wordt sowieso een winterweek met ijzig koude temperaturen later in de week. Vandaag valt het dan relatief gezien nog mee. Vanochtend liggen de temperaturen tussen min 2 en min 4 graden... en in het zuidoosten kan er al wat lichte sneeuw vallen. Vanmiddag breidt de sneeuw zich verder over het zuiden en midden van het land uit. In het zuiden kan er tot ongeveer 5 centimeter vallen, in het midden 1 tot 3... en in het noorden blijft het grotendeels droog... Alleen op de Waddeneilanden valt soms wel een sneeuwbui. Vanavond trekt de sneeuw geleidelijk naar het westen weg en wordt het overal weer droog. De temperatuur daalt in de loop van de nacht tot rond min 5 graden. Morgen kan er nog een verdwaald sneeuwbuitje vallen, maar het is toch vooral droog weer, met later op de dag ook af en toe zon. Het wordt 0 tot min 2 graden en de oostenwind neemt in kracht toe, waardoor het behoorlijk koud gaat aanvoelen. Maar echt koud wordt het woensdag en donderdag. Hier staan nog op het kaartje min 2 tot min 4 graden. Maar inmiddels berekenen de weermodellen min 6 tot min 8 graden uit. Extreem koud bij een harde oostenwind, waarbij het donderdag ook nog eens af en toe gaat sneeuwen. Vrijdag wordt het wel zachter. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.